Als concept voor ons gebouw hebben we eigenlijk het gebouw in twee delen opgesplitst. Eén deel waar de sporthal in zit en eigenlijk alle buitenschoolse activiteiten en kunstopleidingen. Zodat ons gebouw eigenlijk in tijd eigenlijk ook duurzaam is, zodat eigenlijk nevenfuncties ook gebruikt kunnen worden buiten de schooluren. In het schoolgebouw hebben we er eigenlijk voor gekozen om de lokalen zo flexibel mogelijk te maken, zodat de lokalen geopend kunnen worden naar de centrale middengang. En dat de leslokalen dus kunnen uitgebreid worden naar de centrale gang en zo eigenlijk de rest van de jaren inspireren. We hebben eigenlijk het gebouw grotendeels onder de grond gestoken om eigenlijk het klimaat in het gebouw zo aangenaam mogelijk te maken. Tegenover hier is daar eigenlijk het koelen van het gebouw veel belangrijker dan eigenlijk het verwarmen van het gebouw. Het verwarmen van het gebouw kan gebeuren door zonnewinsten eigenlijk in de winter. We hebben eigenlijk in ons schoolgebouw in het midden een centrale trap en een centrale gang waar eigenlijk iedereen moet langs circuleren. En eigenlijk daardoor maakt het eigenlijk die open leslokalen een heel belangrijk onderdeel van ons schoolgebouw. De leslokalen kunnen zowel naar de middengang dus worden opengezet, zodat er eigenlijk één groot platform wordt gecreëerd voor alle studenten, als naar elkaar worden opengezet, zodat de jaren voor elkaar kunnen leren. We hebben dan ook op elk niveau 4 vaste kernen, waar dus functies zoals technische ruimtes, wc's, handtrap en dergelijke zijn daarin opgelost en die zorgen ook voor de ondersteuning van het gebouw zodat de buitengevel eigenlijk vrij wordt opgebouwd en die eigenlijk volledig isolerend kan worden ingezet. We hebben er ook voor gekozen om het gebouw op het dak van de sporthal een soort van groenruimte te voorzien die in de opdracht ook stond om tuintjes te voorzien voor de kinderen. Zodat eigenlijk vanuit de glaslokalen eigenlijk continu wordt door sommige glaslokalen uitgezien wordt naar die verschillende tuintjes en eigenlijk de kinderen kan inspireren. Ook de mensen die daarin bezig zijn, dat de kinderen iets hebben om naar te kijken.